Goedemorgen en welkom bij de Summer School van Grip op Informatie. Vandaag hebben we een iets andere vorm dan wat jullie van ons gewend zijn, namelijk een digitale brainstorm met betrekking tot standaarden. Nou, we kregen net al van wat mensen te horen van ik ben nieuwsgierig waar dit naartoe gaat. Nou, daar zijn we allemaal nieuwsgierig naar, maar Jeroen heeft het uiterst best gedaan om vandaag goed te vullen. Jeroen en ik zijn vandaag ook met z'n tweeën en zoals jullie ook gemerkt hebben, het is een teamsvergadering. Dus het is een toch wel andere manier van presenteren. Jeroen gaat zo direct de Mentimeter gebruiken en in de chat staat alvast de code die jullie daarvoor kunnen gebruiken. En we vragen jullie vooral allemaal daar veel aan mee te werken. En verder zou ik nog graag willen wijzen op het feit dat we de chat gebruiken voor het stellen van vragen. Het kan zijn dat Jeroen straks even goed beslist om gewoon iemand te vragen om iets toe te lichten. En dan kun je ook gewoon rustig je microfoon openzetten. Maar tot die tijd stel vooral je vragen in de chat. Dan hebben wij zelf ook een beetje beeld hoe dat gaat. Nou, heel verrassend dat ik dat zo een keertje mag zeggen, maar goedemorgen Jeroen. Goedemorgen Edis. Ja, leuk om op deze manier, zo'n andere manier eigenlijk vorm te geven aan zo'n sessie. Goedemorgen allemaal. Unies en ik zijn beide werkzaam bij het programma Grip Informatie bij de VNG. Misschien kennen jullie al wel van eerdere sessies. En eigenlijk de sessie van vandaag hebben we gepland maximaal anderhalf uur. En zijn we na een uur klaar, Maar gaat met name eigenlijk wel over, nou ja, over standaarden. En ik heb daarvoor een programmaatje. Die zal ik dadelijk even aangeven wat dat is. Maar in eerste instantie wil ik gewoon even testen. Joh, weet je, welke mate, nou ja, werkt de Mentimeter al? En met name ook van waar werken jullie? Om een beetje beeld te krijgen van, nou, werken dan vooral bij een gemeente? Een gemeenschappelijke regeling of bij een andere organisatie? Omdat het primair het doel natuurlijk volgens ons toch dat we werken voor gemeentes en gemeenschappelijke regelingen. En alle andere organisaties zijn natuurlijk van harte welkom. Hè. Het is allemaal open. Maar ik vind het altijd wel fijn om vooral te zien dat het merendeel van de aanwezigen uit onze primaire doelgroep komt. In totaal hebben een kleine 200 mensen zich aangemeld voor deze sessie. De ervaring leert altijd dat eigenlijk ongeveer maximaal de helft komt opdagen gedurende zo'n sessie. We zitten nu op een 54, want je ziet dat toch al zware, nou, pas na 10 minuten kwartier of iedereen vol zit. Maar het gaat een beetje voor een eerste indicatie. We gaan gewoon door naar de volgende slide. En dat geeft wel een beetje een idee van waar jullie vandaan komen. Het programma. Eigenlijk drie onderwerpen. Eén, leeft het onderwerp standaarden? Ik ga daar met name meer vanuit een strategische blik naar kijken. Ik zal even uitleggen waarom ook deze sessie ingepland is. Vervolgens eigenlijk met name een toets bij jullie via de mensen van herkennen jullie nou dit verhaal? En als laatste, als je aan standaard denkt, waar denk jij dan aan? Daar zijn we wel benieuwd naar. En nou goed, de inhoud volgt zich vanzelf. Wat we zelf ook merken, en tussendoor als je vragen hebt, stel vooral in de chat. En ik zie niet precies wie nu de vraag stelt, maar ik zelf de presentatie deel. Dus Unies, als wat is, geef vooral een geel. Maar meer en meer merken vanuit het programma dat er op strategische behoefte is, niveau behoefte is aan harmonisering en standaardisering. En die thema's die komen geregeld terug op allerlei plekken. En het lijkt op dit moment eigenlijk alleen maar meer te worden. En tegelijkertijd zien we ook dat in de praktijk het nog niet zo makkelijk is om handen en voeten te geven aan standaardisering. Vandaar eigenlijk dat ik deze zomer bezig ben om een notitie op te stellen. Om dit onderwerp te agenderen. Ik merk ook dat binnen de VNG er een aantal andere collega's ook actief mee bezig zijn. Om toch te kijken of we het onderwerp meer kunnen laten leven. Nou, ik heb een aantal strategische documenten die ik aan jullie wil delen. En we kunnen ook in de chat straks de linkje zetten naar deze documenten. Dan kan ik zelf wel even lezen. En die zijn ongeveer op chronologische volgorde. Dus niet op volgorde van belangrijkheid, maar meer chronologisch. En als eerste is de e-strategie van het Rijk. En we proberen meer en meer toch als één overheid te werken. Dat is wat we ook belangrijk vinden. Is dat ook vooral kijken naar wat speelt er nou binnen andere overheidsorganisaties. CAO Rijk heeft een e-visie opgesteld. Hè? En de CAO Rijk is Laurens Visser. En waar deze in het verleden vooral heel sterk ICT gerelateerd is.
is ook nu voor de eerste keer aandacht voor specifiek informatiehuishouding. Dat is in het thema 5 binnen deze e-strategie. En hierin wordt aangegeven, eigenlijk een inkoppen voor ieder die bezig is met het vakgebied, maar ik zal even citeren. Informatie is een wezenlijke grondstof voor de werking van ons overheidsapparaat en vitaal voor verantwoording in onze democratie. Informatie mag niet kwijt zijn, laat staan dat er twijfel is over de juistheid en de echtheid daarvan. Nou, weet je, dat geldt natuurlijk voor gemeentes eigenlijk niet anders. En wat er vervolgens staat in die analyse, is veel beetje, er zijn een aantal pijnpunten op het terrein van informatiehuishouding. Knelpunten bij capaciteit aan informatieprofessionals en de rol van medewerkers. Dus nou ja, de medewerker die als het ware ook zijn eigen, ik noem even archivaris is of differ is, die documenten moet opslaan en beschikbaar moet stellen voor andere collega's. De grote hoeveelheid data, daar wordt tegen aangelopen. De veelheid en de kwaliteit van informatiesystemen. We weten ook af en toe niet meer welke applicaties we in huis hebben en waar wat staat, laat staan hoe dat beheer geregeld is. En de sturing en naleving op dit onderwerp. En een van die oplossingen erbij wordt al aangegeven in deze e-strategie. Zou eigenlijk moeten zijn om te gaan werken met standaarden. Alleen er staat niet aangegeven in deze e-visie. Nou, voor is ook een e-visie. Aan welke standaarden dan worden gedacht. Een document dat wat later verschenen is. Vorig jaar is de werkagenda waardegedreven digitaliseren. Van staatssecretaris Alexandra van Huffelen. Ik hoop eigenlijk dat de meeste van jullie ook wel die agenda kennen. Daar heb je ook een apart kopje, 4.1, het verbeteren van de informatiehuishouding voor openbaarheid van bestuur. Dat is met name gekoppeld aan de maatschappelijke opgaven die voor ons liggen als overheid zijnde. En wat je ook daarin ziet, dat ze zeggen, weet je, joh, ja, we moeten meer en meer gaan werken met standaarden om uiteindelijk gewoon proactief een inzicht te kunnen geven in het handelen en besluiten van de overheid aan burgers. Specifieker nog staat erin aangegeven, en dat is op deze slide, dat de overheidsinformatie duurzaam toegankelijk moet zijn voor openbaarmaking. En jawel, als een indicator is MBTO genoemd. MBTO is een standaard wannabe voor metadata, waar wij als VNG'ers heel erg voor zijn, om toch vooral proberen om nou, weet je, dat voor de hele overheid vast te stellen. En daar staat ook aangegeven dat de dekkingsgraad als indicator van het gebruik van metastandaard, nou ja, moet iets zijn, maar hoeveel dat moet zijn staat niet aangegeven. Maar wat wel belangrijk is, is dat Jaap Hanen heeft een opdracht van Laurens Visser, de CIO die ik net noemde, de opdracht kregen om MBTO voor het eind van dit jaar, 2023, vast te laten stellen voor het Rijk. En daar zijn ze nu mee bezig. En 2 weken geleden hadden we ook een open donderdag over van de sessie van Arre Zuurmond. Nou, als we het toch over Arre hebben. Arre Zuurmond, ik neem aan dat jullie allemaal van hem gehoord hebben. Hè? De regeringscommissaris informatiehuishouding heeft in mei jongstleden zijn eerste voortgangsrapportage geschreven. En dit betreft eigenlijk een voortgang. En die geeft ook inzicht in eigenlijk de knelpunten die Arre ziet. En wat hij Arre eigenlijk aangeeft, van een one size fits all oplossing, die is eigenlijk niet voorhanden. Maar we zouden meer en meer wel met standaarden moeten gaan werken en generieke voorzieningen. En wat er ook wel duidelijk in staat in het document, is dat Arre zich bewust is van, nou, het straks sturen op één oplossing gaat niet werken, maar we moeten wel proberen om zo dicht mogelijk bij standaarden te blijven. En zoals ik hem lees, is ook vooral van, misschien slaan we af en toe wel door met standaarden en moeten we proberen om het wat eenvoudiger te maken en een soort, nou, weet je, XS-standaard creëren die echt kan werken voor alle overheden in plaats van een misschien wat een specialistische standaard die eigenlijk nergens echt goed werkt. Nou, een lijn met dat verhaal komt hij ook terug in zijn eerste aanzet voor de Algemene Informatiewet. Er is onlangs gepubliceerd op de website van Arre. Daar staat ook in artikel 6 aangegeven, nou ja, generieke voorzieningen en standaarden, je ziet het al. Er moeten eigenlijk wel gewoon meer standaarden gaan komen. Maar nog steeds gaat het ook hierover van, en over welke standaarden gaan wij dan in godsnaam hebben? Los van het feit, hoe stel je dan de standaarden vast? Zoals we wel weten, hebben we in Nederland vorm voor standaardisatie. Als het uiteindelijk daar wordt vastgesteld, is dat eigenlijk uiteindelijk geldend voor alle overheidsorganisaties. Maar daaronder hebben we een soort, nou, weet je, oerwoud van stelselpartijen en stelseloverleggen. Waarbij ook niet altijd even helder en duidelijk is van wie nou wat vaststelt. Laat staan dat je als gemeente weet van welke standaarden nou formeel wel of niet voor jou gelden. Nou goed, dan komen we toch wel iets specifieker terug naar de VNG. Er zijn ondertussen al in juni van dit jaar
dat bij de algemene ledenvergadering in Groningen de VNG verenigingsstrategie is vastgesteld. En wat je daar ziet is dat er, ik weet niet welke mate jullie de verenigingsstrategie kennen, maar misschien toch even heel kort. Dit is een strategisch meerjarenplan van de VNG. En het doel van het vooral om eigenlijk visie en richting te geven waar wij als VNG naartoe gaan. Waarbij de gedachte is van het Rijk moet niet bepalen voor de decentrale overheden wat moet gebeuren. Maar de decentrale overheden, deze gemeenten, moeten meer in de kracht gaan staan. En moeten uiteindelijk meer gewoon bottom-up gaan aangeven waar het daadwerkelijk de pijn zit in het functioneren van die overheid. En met name in de ondersteuning van gemeentes. En ook hierin zijn we aangegeven, joh, weet je, als je uiteindelijk nou meer en meer met elkaar wil samenwerken. En meer data met elkaar wil delen. Dan zou je ook veel meer moeten gaan werken met, jawel, standaarden. Nou, dan als laatste nog misschien nog een wat kleinere documenten. Drie documenten van de afgelopen 2 maanden. De aanbeveling van Accoy. Het adviescollege voor actieve openbaarmaking en informatiehuishouding. Online van Ineke van Gent. Die heeft onlangs een brief gestuurd aan de Kamer. En dat geeft aan, een beetje, nou, als je kijkt naar actieve openbaarmaking, wat natuurlijk heel sterk gekoppeld is met een betere maatschappijhouding, dan moet je onder andere een aantal standaarden vaststellen. En een van die standaarden die wordt aangegeven is van, joh, weet je, kijk toch wel met name naar metadata. Dat zie je onderaan staan. Eisen, zaken, metadatering, artikel 2.4, lid 3 van de WO. Een ander document, nog in 3 weken later, een brief van uit de archiefsector. Een 9-tal archiefdiensten hebben een brief gestuurd naar de stuurgroep Plooi, die vorige week heb ik vergaderd. En het gaat met name over het landelijk platform, wat natuurlijk van de grond zou komen, wat niet helemaal optimaal verlopen is. En nu een WO-index komt. Maar wel in de doorontwikkeling, jongens, we moeten meer en meer met elkaar samenwerken, in plaats van dat we uiteindelijk naar verschillende kolommen kijken. En ja, een van die punten is ook weer metadata-standaarden moeten komen. En als laatste dan, als voorbeeld. En dat is een brief die nog moet gaan komen. Dus het is een concept brief. En ik weet niet hoe echt de brief er definitief uit gaat zien. Maar er komt voor Prinsjesdag aanstaande een brief van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer over de meerjarenplannen. Dus alle koepels, zowel van de provincies, waterschappen, het Rijk, maar ook van ons als VNG, worden gestuurd aan de Tweede Kamer. En daarbij ook een brief. Daar is onder andere ook aangegeven waarin we zien dat we samen op gaan trekken de komende jaren. En jawel, we zouden meer moeten gaan werken met elkaar met standaarden. Nou, als je dan daarin kijkt, hoeveel er standaarden wordt genoemd in allerlei strategische documenten, dan is voor mij vooral de vraag van, herken je eigenlijk dat dit verhaal op strategisch niveau wordt gedacht aan meer en meer gestandardiseerd werken? Dat we uiteindelijk ook dat we nou ja, iets minder vrijheid krijgen daarin, op uitvoerend niveau, administratief niveau, dan er nu is. Om uiteindelijk ook beter en makkelijker data te kunnen delen en een optimalere dienstverlening te kunnen doen. Als je net binnen bent gekomen, dan kan natuurlijk. We zitten in Mentimeter, menti.com. De code staat in de chat, maar ook hierboven 4857-8335. En wat je ziet is natuurlijk toch wel dat de meerderheid van de aanwezigen van jullie herkennen op strategisch niveau wordt gedacht aan meer gestandardiseerd werken. De vraag is altijd hoe lang we moeten wachten tot alle antwoorden zijn gekomen natuurlijk. Maar ik denk dat de lijn wel duidelijk is. Het merendeel herkent dit verhaal. Maar wat nu interessanter voor ons is ook is van, als je kijkt naar je eigen bestuur, je management, is die ook van oordeel dat meer gestandardiseerd gewerkt zou moeten worden. En we kunnen natuurlijk als het ware op strategisch niveau en allerlei mooie brieven aan de Kamer natuurlijk ook kunnen zeggen van, joh, weet je, van hey, we moeten standaardiseren. Maar vervolgens wordt het tot op heden nergens echt concreet gemaakt. Dus dat betekent dat natuurlijk wel bij ons als uitvoeringsorganisaties natuurlijk als het ware ook wel een slag in moet gemaakt worden. Anders dan gaat het natuurlijk nooit vliegen. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, zowel eigenlijk naar een ja en een nee, of iemand die zegt ja, of iemand wil toelichten en gewoon met zijn microfoon aan wil zetten, van, waarin hij merkt dat, dat zijn bestuur of zijn management ook veroordeeld is dat er meer gestandardiseerd gewerkt zou moeten worden. Wie zou daarop willen reageren?
zijn allemaal natuurlijk wel, ja, ik wil het zeggen, zijn natuurlijk allemaal heel erg bescheiden vandaag. Dat is netjes. Dat... Ja, Corrie. Ik merk eigenlijk dat het vooral voortkomt uit al die digitale systemen die met elkaar moeten samenwerken. En systemen die verouderd zijn, dat de behoefte om te vereenvoudigen en om te standaardiseren, die neemt toe. Dus het is wel makkelijk als dat ook werkelijke standaarden zijn, om je ergens op te richten. Hè? Dus ik voel wel dat dat groeit, de behoefte aan standaardisering. En dat, maar dat ga ik vooral opschrijven in de WO-paragraaf. Dus dan komt het ook op bestuurlijk niveau, hè? Ja, hey, en Corrie, en dan aan wat voor standaard is het dan bij jullie op bestuurlijk niveau te denken? Al is het al heel simpel, hè? Het woordgebruik, want ik kwam ook heel sterk naar voren bij Arre Zuurmond. In de wetgeving gebruiken we verschillende woorden en dat is super verwarrend voor hetzelfde begrip. Ja. Iedere wetgeving begint met definities. Maar die definities die zijn dus niet in al die wetten hetzelfde. Dus dat is al de bron van waar het misgaat. Ja. En eigenlijk is dat het belangrijkste, omdat in no time, met verwijs van spreken, zo'n soort kapstokwet, om dat te veranderen. Zodat je die standaarden niet alleen in die standaardiseringscommissie gaat vaststellen, maar werkelijk ook in de wetgeving. Zodat je geen verwarring hebt. En dat geldt ook vooral voor die Europese richtlijnen. Daar moet je ook heel goed op letten. Alles wat je nu uit gaat brengen, dat je dat conform die nieuwe standaarden doet. En dan letterlijk ook in al het woordgebruik. Als je het over begrippen hebt. Hey, en jij werkt bij gemeente Almelo. Ja. Is er misschien ook iemand bij van een gemeenschappelijke regeling die aangegeven heeft ja? De standaardisering heeft overigens ook nog heel erg te maken met tijden. Hè? Tijdigheid en tijden en periodes en dat soort dingen. Want help even. Nou, het een is gebaseerd op een jaar en het ander op een maand. En dat geeft al heel lang heel veel problemen. Dus je moet dan dezelfde periodes aanhouden. Dezelfde overgangsdata en allemaal dat soort dingen. Ja, want anders krijg je ook gigantische rekenklussen die je niet zou willen hebben. Ja, en die heel duur zijn voor computers en ingewikkeld en ga zo verder. Je maakt het gigantisch ingewikkeld doordat je te weinig standaard hebt. Kijk naar de exacte wetenschap. Die zijn al eeuwen geleden begonnen met standaardisering. Zoals het begrip tijd. Ja. Maar wij werken overal met verschillende periodes. 4 weken of een maand of een jaar. En dat is rampzalig. Herkenbaar, ik moet heel even Samantha. Ja, ik even los van de tijd, want ik denk dat dat inderdaad ook een belangrijk onderdeel is. Ik werk voor een overkoepelende beleidsorganisatie, dus ik sta opgesteld voor 3 gemeenten. En daar wordt de urgentie zeker gevoeld. Sterker nog, ik ben aangenomen 2-3 maanden geleden en wij zijn echt een speciaal programma wat is opgericht met de fantastische term informatiehuishouding op orde. Maar je merkt, natuurlijk merk je enerzijds weerstand, onzekerheid, misschien wel gebrek aan kennis en complete verwarring. Want welke wetgeving gaat nu over welke heen? Hoe zit dat nou met archiveren? Wat is eigenlijk archiefwaardig? En anderzijds, juist doordat we die standaarden dus nog niet vast hebben gesteld of misschien inmiddels zijn achterhaald, merken we dat zowel gewoon alle medewerkers als bestuur, managementlagen, heel erg de behoefte voelen van ja, oké, we gaan het nu toch anders moeten doen en standaardiseren. Hey, en Samantha, want dat is ook eenvoudig gezegd, hè? We moeten standaardiseren. Stel ze dan ook zelf iets op, of als zij weet je, oké, goed, en wij willen die kant op om de eerste stap erin te zetten, bijvoorbeeld een regionaal verband, om iets aan te vliegen. Want dat is wel even wat we tevoren hadden, onder andere even met Ger over. Kaar Westman, wat simpel veld uit Limburg. Ik zie juist eigenlijk dat de afgelopen periode minder wordt samengewerkt tussen gemeentes dan meer. Terwijl juist als je gaat kijken naar standaardiseren, is van belang om juist samen daarin op te trekken. En niet alleen maar als enige gemeente of als enige gemeenschappelijke regeling iets te doen. Nee, en dat is precies de uitdaging waar wij sowieso eigenlijk al wel een klein beetje verstonden. Omdat wij zijn opgericht puur om beleid over te nemen van 3 gemeenten. Nou, daarin zie je natuurlijk al een uitdaging aan zich. En het grappige is dat die uitdaging die is er natuurlijk nog steeds, want elke gemeente heeft een eigen identiteit, punt.
Maar je merkt dat juist op dit onderwerp er voor ons als programma eigenlijk helemaal geen weerstand of discussie bestaat. Hierin zijn we het allemaal eens en hierin hebben we die samenwerking nodig. En dat gaat zelfs nog een stapje verder nadat we ook uitstapjes maken naar de gemeente om ons heen. Hey, we zien dat jullie al een stap verder zijn. Wat zijn jullie aan het doen? Hoe hebben jullie dat gedaan? Wat kunnen we van elkaar leren? Oké, okay, top. Ja. Klinkt goed. Maar er zijn ook mensen die hebben aangegeven van nee. Ik herken niet dat mijn management van orde is dat er al waar meer instanties hebben moet werken. Is daar iemand van die gewoon wil toelichten wat hij dan daarin hoort of ziet? Ja, ik wil wel even een toelichting geven. Ik werk bij gemeente De Vries Kamaren. Ja. Van de ene kant weten ze dat het handiger is. En de medewerkers, ik ben zelf ook programmamanager. Wij zien het wel. Maar ons bestuurmanagement heeft nog het idee. Ja, maar wij zijn toch een lokale gemeente. Dus wij hebben toch weer dingen anders dan de rest. En waarvan wij dus zeggen, nou maak dat gestandardiseerd. En misschien op sommige dingen kun je afwijken. In plaats van dat je helemaal gaat afwijken. En, je loopt op heel veel fronten vast. Maar op een of andere manier is dat nog niet helemaal geland. Bij ons management, zeg maar. Daar zijn we wel mee bezig. En ook beleidsmatig worden keuzes gemaakt wat niet handig is in combinatie met hoe je werkt met bijvoorbeeld applicaties en dergelijke. En ja, dan snij je jezelf in de vingers, want dan is op een gegeven moment de conclusie, oké, we hebben beleid, maar het is eigenlijk in de praktijk niet uitvoerbaar. En daar lopen we nu steeds meer tegenaan. Dat we, en Kobi, kan je daar ook een voorbeeld van noemen concreet, bijvoorbeeld jullie ketensamenwerking? Hè? Want als we als gemeente zijn, dan heb je ook veel te maken met allerlei andere ketenpartners. Ja. Om data uit te wisselen. Ja, ook dat gaat dus niet helemaal zoals dat zou moeten. Dus dat gaat dan, om maar even zo te zeggen, vaak nog op de ouderwetse manier via beveiligde mail en dergelijke. Terwijl er wel veel meer... op een andere manier mogelijkheden zijn, zeg maar. Ja. Maar als je dus alles niet goed op orde hebt, niet standaard en de basis is niet op orde, dat is bij ons in sommige gevallen ook aan de hand, dan kun je ook niet goed data uitwisselen. Ja, eens, en wat ik ook wel merk, want ik had van de week toevallig nog contact met een ander programmamanager van de gemeente, zei ons management onderkent gewoon niet dat de informatiehouding niet op orde is. Nee, klopt, dus dat is bij ons ook. Ja. Dus als je dat al niet ziet, nee. Dan besef je ook al niet dat we misschien een standaard moeten hebben om iets op te lossen. Want als je pijn niet ziet, een probleem niet ziet, weet je, dan wil je ook niet meer investeren. Ja, ja, inderdaad. Ik heb nog even vraag, Samantha, van welke gemeente was jij? Ik zit voor Diemen, Ouder Amstel en Uithoorn. Oké. Mag ik misschien dat ik nog wel even contact opneem? Handje. Ja, top. Ja, Corrie. Ik zag jouw fysieke handje. Ja. Ja. Ik had nog iets over de informatiehuishouding op orde. Je hebt ook toezicht, hè? Toezicht van de provincie. En het is van belang om te zorgen dat je dus niet op groen staat. Want sommige gemeenten staan op groen. Ik wacht hoor. Wat betekent voor jou op groen staan? Nou ja, je hebt de inspecteur van de provincie het toezicht houdt op de archieven. Ja. En die geeft dan aan of je er goed voor staat of niet. Of je voldoet aan, of je inspectie eigenlijk voldoet aan waar het aan zou moeten voldoen. En daar hebben ze allemaal standaarden voor. En dat zijn de kritieke succesfactoren uit de archiefwet. Ja, maar is dat een standaard? Ja, het zijn dingen die je op orde moet hebben die wel beschreven zijn. En een beheerplan en wat je wel en niet al vernietigd hebt en dat soort dingen. Dus daar zit al veel vastgelegd in die kritieke succesfactoren bij die archiefwet. En als je dan volgens dat toezicht, hè, dat is de wet revitalisering generiek toezicht. Ja. Als je gewoon goed ervoor staat, dan denkt het bestuur dat jouw archief oké is. En ik weet van gemeentes waar het echt volgens de inspectie dus oké is. Maar daar is het gewoon niet beter dan in Almelo. En gelukkig staan wij op oranje. En dat betekent dus dat niet alles oké is. En dan heb je het op bestuursniveau gebracht. Dus je kan wel blij zijn met dat alles zogenaamd op bestuursniveau oké is. Dat hebben veel gemeentes.
Maar dat is natuurlijk lastig als je wil investeren omdat de dingen niet goed zijn. Omdat er van alles nog achterstanden zijn en ga zo verder. Dus je moet het ook wel durven aankaarten dat je achterstanden hebt. Want als je dat wil aankaarten, kan je investeren. Ja, nee, ik begrijp jou. Eigenlijk meer lijn van Kobia, want het is een manier om te zorgen dat het waar op managementniveau het probleem wordt onderkend. Ik wil wel iets zeggen over de standaard van de KPI's. Maar ik toch even Ger ook te woord geven. Want Ger heeft net in de chat gezet van: op rood staan leidt niet, ook niet tot automatisch tot bestuurlijke vragen. Hoe kan dat nou, Ger? Dan sta je op rood, dan kom je in het college, komt hij daar in de raad. Ja, dat is bestuurlijk geen item. Het is bestuurlijk geen item. Zij zijn veel meer bezig, zeg maar, inderdaad, met de gemeente als zodanig, zeg maar. Met de voorzieningen en het beleid dat gemaakt moet worden. En bedrijfsvoering, hè. En met name het element informatiehuishouding binnen die bedrijfsvoering. Ja, daar is heel weinig aandacht voor. Ze weten wel dat het belangrijk is. Maar vervolgens komt er geen actie inderdaad op een of andere manier. Omdat het dan toch misschien dat gebrek aan kennis is. Of die onzekerheid die er is. Van ja, dat snap ik niet helemaal. En dat begrijp ik niet helemaal. En dan wordt het een beetje aan de kant geschoven. Ja, helder. Ja, eens wel. En Corrie zegt, dat ken ik. Hè. Dus ja, het is een manier om op strategisch niveau dat gesprek te voeren. En om te hopelijk van onbewust om elkaar naar bewust om elkaar te gaan. Tegelijkertijd zie ik ook wel bij een behoorlijk aantal gemeentes, wat jij zegt, dat gewoon op college niveau en op raadniveau, dat er gewoon echt, weet je, dat gewoon voor kennisgeving wordt aangenomen en klaar. En wat je wel ziet, dat een punt vind ik van, kijk, Corrie zegt natuurlijk terecht, de KPI's zijn bijna een standaard, maar waar zijn ze dan formeel vastgesteld? Hoe worden ze dan vervolgens beheerd? Wordt er op gestuurd, ja of nee? Of voor mij zijn de archief-KPI's geen standaard. Ieder is namelijk vrij eigenlijk om die te gebruiken zoals ze zelf willen. Want ze zegt, elke gemeente doet het anders. Ook niet elke gemeenschappelijke regeling wordt er naar op die manier gekeken. En twee, vervolgens, elke provincie gaat ook nog eens op een andere manier om naar het bestuurlijk toezicht. Dat maakt het ook niet makkelijker. Maar het is wel, er is al wel veel vastgelegd waar je iets aan hebt. En als je kijkt naar het meerjarenplan van de VNG, die heeft wel die kritieke succesfactoren overgenomen. Die bij die archiefwet horen, om eens te kijken of je informatie. Dus dat is super handig. Vond ik heel slim. Ja. Ik denk, oh, dat is mooi. En die kritieke succesfactoren, het zijn er ook vrij veel, gewoon 50. Maar de VNG heeft er netjes wat uitgehaald, wat heel relevant is. Kijk, daar gaat het over, dat je voortdurend het simpel houdt. En wat er veel te doet, dat je daar dan op stuurt. Ja, eens. Dat is ook wel het idee, hè, van dat meerjarenplan, van het heeft geen zin om 50 KPI's te zetten. Ja. Want dat gaat niet werken. Dus uiteindelijk hebben we voor gekozen om eigenlijk de 7 belangrijkste items te doen. Ja. Als we daar nou eens op investeren de komende paar jaar. Weet je, dan gaat dat hopelijk helpen. En ja, het zou ook wel kunnen zijn dat de KPI's als het ware bijna een standaard wannabe zou moeten zijn. Alleen dan moet je op een andere manier ook naar kijken. Dan moet je ook doen van pas toe of leg uit. Waarom hou je er niet aan? Weet je, dan moet je ook een andere governance op organiseren om daarnaar te kijken. Ja, en dat is bij... Als het over geld gaat, dan krijg je altijd boetes, hè? En dat heb je hier dus niet. Dus ja, misschien moet je een beloning hebben als het goed is, hè? Dat is ook niet helemaal waar. Maar nog één dingetje, dan gaan we naar de volgende. Want als je vraagt aan de gemeente Almere. Beste gemeente Almere, wat heeft jou gekost toen de provincie daadwerkelijk het beheer ging overnemen? Dan krijg je geen vrolijk verhaal. Dus uiteindelijk, zoals we dat noemen, de interventieladder, die is er wel. Hè? Dus het interbestuurlijk toezicht kan daadwerkelijk ingrijpen. Ja, ook werk hebben we gedaan. Alleen, ja, we zijn vaak net toch wat te soft om daarop door te pakken. Maar de mogelijkheid bestaat wel. En ja, dat gaat ook financieel daadwerkelijk iets betekenen. Goed, we gaan door naar de volgende slide. Om het wat concreet te maken. En de vraag is dan meer, hè, opnieuw bekijken vanuit eigenlijk vanuit dat management, hè, en bestuur. Als er dan aan standaarden gedacht wordt. Aan wat voor standaard wordt er dan op bestuurlijk niveau gedacht? Waar praten ze dan over? Of praten ze nergens over en houden ze alleen maar op begrip, ja, standaardiseren?
Generieke zaaktypes, ja. NEN ISO. Koppelvlakken, ja. Dirk Pieter, als je vraag staat geen beschrijving in de Mentimeter. Wat bedoel je daarmee? Koppelvlakken, NBTO. Zaaktypes, chatberichten. Bestandsformaten, ja. Dus wat je toch ziet, de grootte van de letters bepalen hoe vaak het ingevuld is. En natuurlijk soms zie je dat bepaalde woorden net iets anders ingevuld. Maar metadata blijft wel groot. Zaaktypen, zaaktypes. Generieke zaaktypes, die alle verschillende woorden. Zaaktype catalogus. Dat is groot. Koppelvlakken is groot. Oké. Okay. Nou, daar geeft al een aardig inzicht erin. Vaste werkprocessen zie ik ook te staan. Ja, NEN standaard is vaak zo hoog over, hè, maar dat is wel, ja, dat is wel vaak wat op het studieniveau ook wel onbekend wordt. Weet even trouwens dat wij ook als VNG ook weer in de NEN-commissie gaan zitten. Vertegenwoordigd door de gemeente Rotterdam en gemeente Eindhoven. En we zullen ook ergens in augustus, september daarover naar buiten actief communiceren. Hoe wij met andere gemeenten en gemeenschappelijke regelingen hierbij gaan betrekken over die deelname. Oké, nou volgens mij is dat wel voldoende voor nu. En met name wat vanuit management en directie wordt gekeken. Vaak een buswoord. Ja. Ja, nou, die... Dat is wel heel makkelijk met me eens, ja. Het is makkelijk om troepen we gaan standaardiseren. Maar goed, in de lijn hè, van standaardisatie, we roepen het dan wel. En nou goed, wat eigenlijk wat aangeven is van door Corrie. We hebben natuurlijk een meerjarenplan gemaakt als VNG. En daar hebben we geen standaarden concreet in benoemd. Maar we hebben eigenlijk meer gekeken van, nou, wat is al aan wettelijk kader? Wat voor eisen zijn er al zonder weer nieuwe dingen te verzinnen? Nou, één van die eisen is hè, dat iedere gemeente heeft een metagegevensschema vastgelegd. En aan elk blijft bewaarde informatieproject metagegevens gekoppeld. Dus ook dat gewoon in de archiefregelingen staat, daar hebben wij allemaal aan te voldoen. En daarvan hebben we aangegeven, joh, weet je, eigenlijk na 5 jaar in werktraining van de WO, zouden we daarvoor 90% aan moeten voldoen als gemeentes en gemeenschappelijke regelingen. En dat is niet anders dan alle wet die bestaat. Hè. Daarvoor hebben wij vorig jaar een webinar gedaan om in dit geval vooral MBTO nader uit te leggen en te uitleggen over metadata. En even de data van de volgende 3 slides, die komen daaruit. Van goh, de deelnemers van toen, je ziet rechtsonder, waren 98 man die hebben gereageerd toen. Heb je uniforme afspraken over metadata in jouw organisatie? Daarvan gaf toen aan 33 ja. Dat is in dit geval bijna 33%, maar het is echt 33 van een aantal. En nee, ik had gewoon 42, terwijl we al jaren wettelijk daaraan moeten voldoen, maar blijkbaar gewoon, nou ja, dat niet belangrijk genoeg vinden en ook blijkbaar niet voldoende op aangesproken worden. Voorganger van MBTO was natuurlijk voor gemeentes Termelo. Is dat bij jullie geïmplementeerd? 11 gaf toen aan ja, 49 beperkt, 27 nee. Dat zijn ook niet echt de aantallen waar je enthousiast van wordt. En wordt MBTO dan komend jaar in jouw organisatie geïmplementeerd? Dan moet je praten over maart vorig jaar, hè, dat we net hielden. 18 zegt zeker, 14 nee en nou, misschien 62. En als ik zeg misschien 62, denk ik heel vaak van ja, dat zal wel een nee zijn. Want er hebben blijkbaar nog geen tijd voor ingeruimd, nog geen capaciteit voor vrijgemaakt. En ook niet de kennis voor een handel om echt op te pakken. Nou, bij het begin dit jaar hebben we de eerste keer een monitor gehouden om te kijken van nou, naar aanleiding van het meerjarenplan voor de gemeentes. Van in welke mate implementeren we nou ook dat voldoende en zijn we op stoom? Nou, een van die vragen die ging over die metagegevens.
Ja, ze zijn belangrijk voor het snel terugvinden van informatie, zeker voor blijvend bewaarde data. En hebben jullie dan ook een metagegevensschema? Nou, wat daaruit kwam, is 39,2% gaf aan ja, wij hebben dat. Nee, 46,4. En nee, en die komt er ook niet, 14,4. Die laatste is ook wel heel typisch. Nee, en die komt er ook niet. Want het is ook gewoon een wettelijke eis. Het is ook heel raar om te zeggen, weet je, nou, we staan in de wet, maar doen we niet. Maar goed, er wordt wel hardop gezegd. En bij die 39,2%, en dan is vooral de vraag van, zit dat alleen maar in je DMS of zaaksysteem? Of dat ook in andere applicaties? Maar als het gaat over de bewaarde documenten en heb je echt daadwerkelijk in één applicatie gedaan, zou het alleen al top zijn als je dat geregeld hebt. Maar goed, dus daar zie je als waar dat het niet vanzelf gaat. We hadden onlangs ook een keukentafelsessie met Arre. En zoals je misschien weet, geregeld vindt die plaats. En 13 september aanstaande vindt de laatste plaats in deze reeks. En ik wil je eigenlijk een stukje laten horen van Larissa Zachveld. Larissa is voorzitter van de... Allereerst Larissa Zachveld. Ik ben sinds 2019 voorzitter van het Forum Standaardisatie. Dus standaardisatie, daar hou ik me regelmatig mee bezig. En waarom ik zat te knikken is wat ik helemaal herken in Nathalie de samenvatting, is dat wij binnen de overheid een beetje de tegenovergestelde beweging maken. Dus wij beginnen vaak te denken, er komt een nieuw beleidsvoornemen op en we beginnen opnieuw. En ik zou onszelf gunnen dat we starten met wat is er al en waar kunnen we op aansluiten. Ja. En als ik kijk naar het vak standaardisatie, waar ik ook al een tijdje mee bezig ben, en je zou mij vragen, ja, wat is nou het grootste probleem? Dan is het ons houden aan de standaarden en ons vooral houden aan dezelfde standaarden. Dus de voorzitter van het Forum Standaardisatie zegt, was het grootste probleem? Ons houden aan de standaarden en ons vooral houden aan dezelfde standaarden. En dat bevestigt wel een beetje het beeld hè, wat wij hebben. Dan denken we, goed, dus één, we roepen allemaal op strategisch niveau, we moeten meer en meer standaarden werken. Maar twee, vervolgens doen we vooral allemaal ons eigen ding. We houden ons er niet aan, we passen het zelf weer aan. En echt een beetje op zijn Nederlands, hè. We hebben iets verzonnen en ter plekke gaan zeggen, ja, maar onze gemeente is toch net echt weer wat anders dan een andere gemeente, dus de ballen met jullie. Terwijl, waar we op zoek zijn, ja, er moet denk ik wel iets anders gaan gebeuren, wat op de manier zoals we nu doorgaan, gaat denk ik niet werken. Nou, nu is er toch even een vraag aan jullie zelf. Als je dan aan de standaarden denkt, die we als overheid gaan helpen, waar denk je dan aan? Dus we hadden net even over van waar benadrukt management aan denkt, maar eigenlijk wil ik nu vragen van, als je aan de standaarden denkt, hè, waar denk jij aan? En graag het verzoek om het niet te veel te doen. Want waar de kracht zit, hè, waar we net over hadden, we moeten het vooral simpel en eenvoudig houden. We moeten niet in één keer met 50 standaarden gaan noemen, want dan gaat het echt niet worden. Dus als we met 1 of 2 standaarden uit kunnen gaan komen, zou dat top zijn. Dus vooral voor jezelf te kijken van, nou, als je nou voor jezelf een standaard zou willen wensen in je organisatie, welke standaard of wat voor soort standaard zou je dan je organisatie willen wensen? MBTO, MBTO, metadata. Informatiemodel per vakgebied, ja. Ja, dat aansluit ook op Gemma. MBTO. Ik wil ondertussen meteen vragen. Hè. Iemand zegt common ground. Kan iemand dat toelichten? Wat sta je onder common ground qua standaard? Common ground is ook weer zo'n container. Of iemand kan zijn standaard instellen van de microfoon niet vinden. Dat kan natuurlijk. Oké, dan ga ik toch even een andere vraag stellen. Want Archive by Design. Dat is ook wel een aardig natuurlijk. Wie heeft het opgeschreven en welk beeld heb je erbij? Die had ik opgeschreven, die Pieter. Ja. Ja, ik heb het idee dat het vooral ook gaat over dat je aan het begin al heel erg moet gaan nadenken van als je aan een bestand werkt, wat doet het dan, zeg maar, als je dat dan wil uitwisselen met andere mensen. Dus dat gaat dan over bestandstypen en dat soort dingen. En helemaal met de ontwikkelingen van de WO, EDIPO, waar we nu ook momenteel mee bezig zijn, dat dit wel een belangrijke is. Dus ook als je het hebt over de inrichting van nieuwe applicaties,
Hoe zorg je dat die applicaties ook voldoen aan, ook Europese richtlijnen, andere richtlijnen, zodat je het al een beetje voorsorteert op de informatiesystemen waar het dan in gaat komen. Hey, Pieter, mag ik wel vragen, is Duto dan iets wat in die richting zou kunnen komen? Ja, Duto zeker, ja. Want wat je natuurlijk wel ziet, in de lijn wat je natuurlijk zegt, is van, we hebben natuurlijk ook, vanuit de gemeente bekeken, hebben we onder andere gebeten, de inkoopeisen. We kunnen ook samen weten, joh, elke applicatie die je binnenhaalt, die moet kunnen vernietigen. Conform de eisen die we stellen. Maar volgens wat je natuurlijk ziet, is dat wij 9 van 10 keer als gemeente eigenlijk niet strakker op sturen om te kijken naar de inkoopeisen. Ja. En 2, dat op het moment dat de applicatie binnenkomt, dan we heel vaak geen gebruik van maken. En dan misschien pas na 4 of na 10 jaar achterkomen, oh ja, chips, iets werkt niet helemaal. Ja, yes. Ja. Ja, dit is wel dan een mooi zijn. Ja. Oké. Okay. Decat, ja. API, ja, API. Nou goed, veel NTO, dat is wel fijn, hè? Proces, ik ook al veel verstandsformaat heb ik een aantal keer gezien. Sluitende selectielijsten. Ben ik opnieuw naar. Wie heeft sluitende selectielijsten? Ik kan dat even toelichten. Want blijkbaar is er ook iets van ontsluitende selectielijsten. Dat is iets mis of zo misschien. Die komt bij mij vandaan. Jarig Weide, maar gemeente Haarlemmermeer. Hoi, We hebben nu al binnen het gemeenteland 2 selectielijsten. Ja. Tenminste, 1 is in opkomst. Omdat we dus blijkbaar mail en straks waarschijnlijk ook nog chatberichten op een andere manier gaan benaderen dan de rest van de informatie. Dat nou, is een beetje onhandig. Ik kan je blij maken. Hij is vandaag gepubliceerd in de Staatskrant. Ja, wij doen er nog even niet aan mee. Dat zal dan niet verbazen. Maar als ik dan ga kijken naar hoe de ketens met informatie omgaan en hoe daar de selectielijsten zijn samengesteld, dan sluiten die vaak gewoon niet aan. En we hebben gewoon te maken met heel veel informatie die in ketens zit, met name in het sociaal domein. Maar voor een gemeente zou het nu uit moeten maken, hè? Want voor, nee, voor de gemeente is die sluitend, maar je krijgt discussie. Ja. Wie is nou eigenlijk de eigenaar van dit brokje informatie? In die keten. Wie is nu de verantwoordelijke voor deze informatie? En waar zit dan de integrale informatie? En hoe zit dat dan in die selectielijst? Maar nu wordt het vaak platgeslagen naar een klein werkproces. Ja. Ja. Mag ik anders vragen dan jou? Want eigenlijk, hè, als je dan kijkt naar de selectielijst aan zich... Hè, in term bij ons wordt dat niet gezien als standaard. Hè? Want zeggen, joh, dat is gewoon wettelijke vereiste. Hè? Terwijl ik ben mee eens. Hè? Dat is als het ware wel gewoon voor jou als organisatie kan het helpen. Als een standaard. Hè? Standaard voor vernietiging is de gemeentelijke selectielijst. Ja. Eigenlijk is op inhoud. Is hij eenduidig. Voor alle gemeentelijke processen. En zegt het spel tussen te krijgen. Het enige wat je nog kan zeggen. Van af en toe kan je misschien helemaal goed mappen. En als het niet herkenbaar is in de gemeentelijke selectielijst. Dan is geld letterlijk eeuwig te belangrijk. De gemeentelijke selectielijst voor ons. Was aardig. Ja, de selectielijst voor de gemeente die zit goed in elkaar. Juist omdat je hem op processen insteekt. Vrij algemeen. Dus je kan bijna altijd alles mappen. Ja. Maar als je dan naar selectielijsten van andere organisaties kijkt. Die hebben vaak een heel andere insteek. Maar wanneer kom je daar mee in aanraking? Want de Rijksoverheid heeft heel veel selectielijsten. Op het moment dat je informatie gaat overbrengen van de ene organisatie naar de andere. Dat gebeurt regelmatig in het sociaal domein natuurlijk. Want even voor mij, ik heb het nog niet scherp hoor. Kan je het concreet maken voor mij? Wat soort data praten we dan en aan wat soort organisaties dragen we dan over? Zorgorganisaties onder elkaar. Er zijn eigenlijk geen afspraken over. Ja. En dan krijg je ook meteen dat er natuurlijk nog geschermd wordt met de AVG. Want we mogen informatie niet delen. Nou, dat zegt de AVG helemaal niet. Alleen... De AVG zegt wel, je moet een verdomd goede reden hebben. Ja. Ja. Hey, en juist, ja, maar dat is dan weer een bijkomend iets. Ja, een ander vraagje. Wat ik ook vaak merk is dat bij het instellen van gemeenschappelijke regelingen, dat we bij de instellingsbeschikking geen afspraken maken over hoe we omgaan met de data. Klopt. Hoe is dat bij jullie? Daar wordt wel aandacht aan gegeven. Dat is ook... een bron van discussie geweest bij de oprichting van de belastingsamenwerking en de omgevingsdienst. Okay. Maar het is wel geregeld.
En heb je dan ook voor de uitvoering een strategisch informatieoverleg ingepland met dergelijke partijen of niet? Nee, dat is er helemaal niet. Strategisch informatieoverleg werkt bij ons gewoon helemaal niet. Ik bedoel niet, oké. Okay. Maar dat zou bijvoorbeeld wel een manier kunnen zijn om minimaal het gesprek te kunnen voeren op en tactisch en strategisch niveau. Of zijn dat heel raars? Als jij een strategisch informatieoverleg wil voeren, betekent dat je wel dus met partners moet praten die over een bepaalde hoeveelheid kennis beschikken. Ja. Ja, en als ze dat niet schikken, dan kan je gaan beginnen om ze wegwijs te maken misschien. Ja, klopt. Dus dan ga je dus weer zoeken van, hè, want bij ons was het eerst ingestoken van, dit heeft vooral te maken met onze informatiehuishouding, waar ons management en ons bestuur voor verantwoordelijk is. Dus daar ga je ook dat strategische informatieoverleg mee voeren. Maar als je dan kijkt naar de verplichte onderwerpen, ja, dat is zo operationeel, dat vinden ze echt niet boeiend. Oké. Dus wij hebben liever nu een tactisch informatieoverleg met de FG en de CISO. En desnoods ook met collega gemeenten, zeker gemeenschappelijke regelingen. Want dat vinden we een stuk meer hout snijden dan zeg maar een strategisch informatieoverleg met bestuurders. Ja. Waar eigenlijk geen strategie uitkomt. Ja, ja. Want ja, goed, de wet schrijft eigenlijk wel al heel veel voor. Eens na, wat ik ook als bij sommige organisaties, die hebben dan een TIO, hè, zoals hij heet dan, een tactisch informatieoverleg. Ja. Die doen dat wel echt uitvoerig, zoals jij zegt, één keer per kwartaal. En dan misschien toch één keer per jaar, of één keer per twee jaar, met de gemeentesecretaris of archivaris, het CEO. Dat is alleen maar af en toe een beetje een soort hamertik, maar dat is ook een beetje in de lijn van wat Connie zegt. Zijn wel de manieren om het strategisch niveau het onderwerp te agenderen. Wij zijn vooral zoekende van hoe weten zij dat er een aantal toezichthouders bestaan en wat zij doen. Dus het zit hem veel meer op bekendmaken dan zozeer echt over de inhoud doorharken. Ja, helder, helder. Dank je. Harnie, ik zie jouw handje. Ik wilde daar ook nog even op aansluiten. Ja. Sluitende selectielijsten zie ik ook Waar ben je, Harnie? Even... Bij de gemeente Rotterdam. Oké, okay, het kan van de metadata van personen. Ja, 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 nee, is prima. Sluitende selectielijsten zou ook moeten aansluiten bij richtlijnen en dergelijke. Want ik kreeg gisteren een mail via het stadsarchief van ons binnen, waarin dat ze bezig zijn met de selectielijst om daar TBC-dossiers ook in te plaatsen. Die staan dan op 110 jaar en 15 jaar. Terwijl dat de richtlijn tuberculose staat op 120 jaar. Dus ze waren dus op zoek naar waar moeten we wezen voor informatie over de TBC. Dus het zou handig zijn als dat soort dingen allemaal overeenkomen. Dan hebben wij ook geen problemen met afdelingen die zeggen van nee, we houden die richtlijn aan en niet de selectielijst. En weet je, en wij moeten eigenlijk de selectielijst aanhouden. Dus dat is een probleem voor de afdeling. Ja, helder. Goed, wat wel belangrijk is, dat selectielijst een instrument is waar we kan gebruiken. Corrie, ik zag je handje ook al. Even één dingetje nog. Het is goed, we hebben ook een forum. Voor de selectielijst, dus forum.vg.nl. Daar kan je natuurlijk dergelijke vragen ook stellen. Hè? En tweede is ook, op dit moment vindt er een evaluatie plaats van de huidige selectielijst. Door Berenschot, om te kijken in welke mate dat die ook praktisch werkbaar is. En uitvoerbaar. Om te kijken van wat eventueel de tips kunnen gaan worden om volgend jaar een nieuwe gemiddelde selectielijst op te gaan stellen. En daar vroegen ze dus die informatie voor. Ja. Ja, ja. Ja, ja, top. Ja, super. Corrie. Je microfoon staat nog uit, Corrie. Ja, dit was typisch ook weer zo'n voorbeeld van een periode die niet overeenkomt. Ja. Want je hebt je uiteraard aan richtlijnen te houden en een selectielijst zou daaruit afgeleid moeten zijn. Maar dan moet je dus wel in beeld hebben welke daarvoor van toepassing zijn. En dan moet je steeds op het hoogste niveau kijken en dan afdalen. En daarom is wetgeving en kaders zijn zo belangrijk om te bepalen welke termijnen. En, daar, en op dat wetgevingsniveau gaat het ook al vaak mis. Ja, ja.
In de call zit ook Anne Maatje van het adviescollege. Dus Anne Maatje, neem me mee voor mogelijke toekomstadviezen. Ja, zeker. Dankjewel, Jeroen. Ik luister aandachtig. Heel goed, heel goed. Ja. Top. We gaan door, jongens. Want eigenlijk, wat ook onze vraag nu vooral is, van hoe gaan we nou dingen concreet maken? Hè? Die is wel spannend. En eigenlijk, we wilden eigenlijk aparte deelsessies doen. Die deelsessies is technisch helaas niet mogelijk. Want gewoon, we hebben net gewoon de flexibiliteit er niet voor hebben. Dus wat ik wil doen is eigenlijk dat ik een drietal vragen doen via Menti. En de vraag is de volgende. Dus één, als je denkt aan de gewenste standaard voor jou. Wat doe je zelf om die mogelijke standaard te stimuleren? Dat vraag dat ik ook via Menti uit kan antwoorden. Twee, wat heb jij nodig van een mede-overheid om deze standaard wannabe een standaard te laten worden? Dat is eigenlijk ook al gewoon heel belangrijk, hè? Want uiteindelijk, we kunnen heel veel dingen noemen, maar ook MBTO. Formeel is dat natuurlijk helemaal nog geen standaard. Uiteindelijk geloven we wel in dat het wel handig is om wel dingen meer te formaliseren en daar ook strakker de sturing op te organiseren, maar ook beter de ondersteuning. En als uiteindelijk de laatste vraag is dan, wat is jouw droom met betrekking tot deze standaard? En droom is met name toch echt een groot woord, van dat je, nou ja, denk een beetje in idealen. Hoe zie je de ideale wereld voor je? Want volgens mij, nou ja, vanuit ideaal, volgens mij kunnen echt wel mooie dingen groeien. En laten we vooral maar wat groots proberen te denken en volgens mij aan concrete af te dalen. Dus die eerste vraag is, wat doe jij zelf om mogelijke standaard te stimuleren? Dan kunnen we wel praten over MBTO, maar als je zelf MBTO in je eigen organisatie implementeert, ja, dan gaat er niks gebeuren. We hadden toch dat muziekje op moeten zetten, Jeroen. Of toch nog... Mag ik gaan zingen nou voor jou? Nee, ik vind toch nog steeds dat zingen geen goed plan. Oh, sorry. Nee. Ik had wel een nummer in mijn hoofd, maar... Aangeven bij personen die daarover gaat. Probleem met de huidige situatie illustreren. En tuurlijk, dat was dan. Verdieping in standaard. En tuurlijk, kennisdelen erover. Heel goed. Samen met andere gemeentes. Yes, DIMPACT. Ja. DIMPACT is een coöperatie, hè, met 30, 40 gemeentes bij aangesloten zijn. Communiceren. Ja, heel goed. Dan gesprek aangaan met geestmanagement. Ja. MTO-organisatie promoten bij elke applicatie. Ja, top. Zelf mogelijk standaard gebruiken. Ja, graag. Of de standaard, hè, de aankomende mogelijke standaard. Samenwerking opzoeken voor de GR. Weet trouwens even achteraf, jullie krijgen allemaal de presentatie, wordt allemaal gepubliceerd nog, hè, op kia.plei.nl. Dus ook alle antwoorden, kan ook achteraf nog rustig terugkijken. Met verantwoordelijk bestuursdeel spreken en duidelijk maken wat de visie is. Ja. Urgentie verduidelijken. Standaarde eisen. Bij aanbesteding, ja, heel goed. Ja, ik zou zeggen, gebruik ook vooral gewoon de Gibbet-eisen, jongens. Dat is echt voor gemeentes. Gebruik dat, maar gebruik ook de softwarecatalogus. Het helpt ons zo, hè, onderling, als waarom daar strak op te sturen. Uiteindelijk kunnen we gewoon een sterke vuist maken richting leveranciers. Vooral bewustwording proberen te creëren bij nieuwe implementaties door veel vragen te stellen en de meerwaarde van standaarden aan te geven. Ja. Alleen wat je daarin ook ziet, hè, ook bij leveranciers, is dat de leverancier pas gaat bewegen als iets standaard is. Dat is ook een punt. Hè. Dus we moeten eerst praktijkbeproevingen hebben. Want als we een praktijkbeproeving hebben, wordt niet iets zoals standaard gegeven. Als iets niet standaard is, gaat de leverancier niet vanzelf bewegen. Dus ja, het is een beetje het kip of ei verhaal af en toe. Maar goed, ergens moet je dan beginnen. Vooral bewustwording, zaakteams inrichten volgens de iNavigator en alle pakketten. Ja, top. Blijven communiceren, ja, processen herbeschrijven en draagvlak creëren voor nut en noodzaak. Nou, dat klinkt allemaal wel positief, jongens. Wat me wel opvalt, van de 56 deelnemers in de call, vullen maar 17 mensen het in. Dus of de rest heeft geen idee, dat kan natuurlijk.
Oh, het werkt niet. Gijs zegt, leveranciers hebben natuurlijk slechte ervaringen met standaarden, plooi. Ja, ja, ja. Eens op het moment dat je dingen zoals waar stekker uit wordt gehaald, dan gaat het natuurlijk niet werken. Oké, gaan we volgende vraag. Wat heb jij nodig van een mede-overheid om deze standaard wannabe een standaard te laten worden? Nou, je kan zelf natuurlijk allerlei dingen doen. Maar goed, je moet natuurlijk zelf ook iets van andere partijen ervaren. Ah, Sander, daarom reageer je niet. Wat zo raar. Nee, Sander zegt in de chat, zelf ervaar ik problemen met de Menti-app op de iPhone via de browser, gaat wel. Ja, ja. Support, praten met één stem. Ja. En voor de samenwerking. Ja. Als je bijvoorbeeld ook zelf met een MTO aan de slag gaat, ga alsjeblieft ook met een collega gemeente of met zo'n regeling ook aan de slag. Een geld gesprek aan met elkaar. Dus samen weet je meer dan alleen. Beter geregeld stuk in de samenwerking. Ja. Sluit ook aan trouwens jongens, bij de verenigingsstrategie van de VNG. Gaat ook meer een regionaal samenwerkingsverband werken. En dat gaat ook niet in één keer vliegen, maar dat gaat ook wel meer komen de komende jaren. Wettelijke verplichting. Ja, ja. Ik moet er een beetje om lachen. En natuurlijk, een wettelijke verplichting gaat werken. Maar als ik even kijk naar de archiefwet, waar we ook allerlei mooie eisen hebben. En vervolgens kijk naar de praktijk, denk ik van ja. Al jaren voldoen we niet aan wetten. En blijkbaar al jaren doet het onvoldoende pijn. Samenwerking afzetten om te komen tot uniformiteit. Ja, samen dragen en ontwikkelen van de standaarden. Ja, gezamenlijk belang. Samenwerken, heel goed. Kaas ervan. Knopen doorhakken. Niet, ja, heel blij blijven praten. Dus ook gewoon dus ook in je eigen wereld doen. Ga gewoon beginnen. Ga gewoon beginnen met het metadata schema. Bij voorkeur MTO gaan we beginnen bij één of twee applicaties. Openbaar bestuurs ook situaties met elkaar delen. Ja, samenwerking minder verblijvend. Ja, dat is ook altijd ingewikkeld, maar... Standaarden accepteren, eens. Als wat toch standaard is, accepteren en gaan we handelen. Gebruiken en wat niet werkt, benoemen en aansluiten. Ja, correct. Dat is ook een gesprek intern binnen de VNG. Van, we hebben ook een aantal standaarden die wij beheren. We hebben de besturing van die altijd even goed geregeld. We hebben ook niet altijd goed geregeld hoe je dat terecht kan met vragen. Weet je, en dat is ook niet handig. Dus het moet wel ook dat goed geborgd zijn. Dat duidelijk gemaakt wordt dat gegevensuitwisseling en samenwerking pas werkt als zelfstandig gehanteerd wordt. Ja. Gegevensuitwisseling en samenwerking kan niet zonder standaarden. Toezicht op naleving. Dat is een punt, hè. Dat zie je ook wel in de hele discussie rond de nieuwe archiefwet. Ook wel, maar ook het kader van de wet open overheid. Van hoe gaan we uiteindelijk dat toezicht op een andere manier vormgeven? Want zoals het nu is, functioneert het eigenlijk toch onvoldoende. En ook als VNG hebben wij half september een overleg met het LOPAI, het Landelijk Overleg Provinciaal Archiefinspecteurs, om ook te praten over de manier hoe ze vanuit verschillende provincies naar kijken en hoe we als VNG naar kijken. En daarin zijn ook meer gestandardiseerd moeten gaan werken en moeten minder verschillen zijn. Gewoon het idee van Australië volgen. Help. Wat is gewoon het idee van Australië volgen? Die kan ik al toelichten. Het idee van Australië. Wat ik daarmee bedoel is... Goedemorgen. Ik kom trouwens van gemeente Enschede. Ja. Ja. Wat ik daarmee bedoel is van... Australië, die heeft maar één orgaan... die het hele archiefgebeuren in één richtlijn aanhoudt. Dus het maakt dan op een gegeven moment niet meer uit als je nu in het noorden of in het zuiden of in het westen of oosten woont. Iedereen werkt op dezelfde manier. Dus die mensen die zijn ook veel gemakkelijker op eind van de rit uitwisselbaar op dat moment dat ze iets anders moeten doen. En dat hebben wij hier gewoon niet. Omdat we hier gewoon continu te maken hebben dat we geen monopoliepositie mogen hebben. Het gekke is dat de regering zelf continu dat roept, maar
We hebben wel een belastingdienst die alles kan innen. En dat is ook de enige die dus een overkoepelde iets heeft, zeg maar. En dan heb je dus in Australië heb je gewoon één organisatie. Dat is ook alleen maar de overheid zelf die dingen doet. En die huren af en toe wel wat mensen in. Maar ze hebben wel één systeem waar iedereen mee werkt. En dat werkt voor iedereen hetzelfde. Ja, dat klinkt als een mooie droom. Nou ja, het werkt daar. Ja, nee, eens. Nee, maar die begrijp ik hoor. Wat meer bedoeld van Nederland, de Nederlandse cultuur. En hoe wij daarmee omgaan is ook een anders. En ik ken Australië onvoldoende daarvoor. En wat ik heel vaak merk hier is dat als wij iets verzonnen hebben. En het is vastgesteld. Dan gaat het continu eigenlijk betwisten. Hè? Kijk even naar corona, misschien wel de extreme. Maar we stellen iets vast. En wat doen we volgens? Ja, maar hallo de ballen. Dat geldt niet voor mij. En dat is ook aan de ene kant de charme van Nederland. Maar aan de andere kant zit dat ook wel weer. In zulke momenten is dat eigenlijk in de weg. Algemene informatiewet. Ja. Begrip van nut en noodzaak. Verantwoordelijkheidsgevoel. Goede overgang van oud standaard naar nieuwe standaard. Wanneer stopt stuf en is API verplicht? Ja, eens. Dat is een punt. Hè, van, eigenlijk was hetzelfde ook het lijn met common ground. Hè. Je gaat over naar een andere informatiekundige visie. Maar daarmee heb je niet in één keer heel je wereld zoals je het nu hebt ingeregeld. In één keer omgezet. Het kost gewoon een aantal jaren. Dat is echt een transformatie. En hoe ga je nou als het ware die concrete stappen zetten dan? En misschien ook meer uitdrukken in tijd en personeelszins wat het kan opleveren. Dus maar het ook echt eerst als je goed geregeld hebt. Ja, dat is altijd wel een punt. Hè, met deze, we gaan met deze standaarden werken en dat levert ook echt concreet iets op. Dan zou het eventueel ook voor management interessant kunnen zijn. Van, wacht even, dat ook weer een paar tonnen bij inboeken. En informatiewet nog een keer. Oké. Okay. Nou jongens, de laatste vraag. We gaan dromen. Wat is je droom? Met betrekking tot de standaard. Dat is echt gaaf. Dit zou echt het meest ideale zijn bekeken. Zo bij ons zeggen vanuit de gemiddelde inwoner van het land. Hè, waar we uiteindelijk toch allemaal het werk voor doen. Als dit geregeld wordt. Nou, goud waard. Daar waar het kan, automatiseren. Ja. Duidelijke vaste afspraken, processen. Duidelijkheid. Koppeling met een e-depot. Ja. Elkaar beter leren begrijpen en ontmoeten. Ja. We gaan dezelfde taal praten. Want dan is een wet en regelgeving of een standaard, wat dan ook, maar. Ik pas sprak nog een adviseur van een ziekenhuis. En zei ook van Jeroen, voor een operatiekamer. Daar hebben we ook alleen al gewoon 10 verschillende definities voor. Alleen al bijvoorbeeld operatie. Dan een zorgverzekeraar houdt iets anders aan dan het ziekenhuis. Het ziekenhuis houdt anders aan dan de inspectie en noem maar op. Daar zijn alleen al 3 FTE continu mee bezig om al die vertaalslagen te maken. En al die rapportages in te vullen. Open overheid is meer vertrouwen. Ja, dat is zo. Hè? Ja. Dat zou mede kunnen helpen aan meer vertrouwen. Dat is herkenbaar. En met jouw stand gebruik voor alle applicaties. Ja. Alles vindt, ontsluit en uitwisselbaar. En dat is een hele mooie droom. Burgers en bedrijven in de basis over hun gegevens. Ja, hè? Dat goed trek loopt. Hè? Regie op gegevens. Hè? Dus dat je zelf weet welke data bij de overheidsorganisaties zijn. Met welke, wat ermee gedaan wordt. En welke mate je ook zelf daarop regie kan voeren. Brede omarming van de standaard, zowel overheid als leveranciers, eens. Ik zou haast zeggen, het begin met overheid en dan leveranciers volgen dan zelf wel. Centraal aangeleverde standaarden behoren bij wetgeving. Iedereen heeft het voorafgaand aan invoerzaten van de wet. Ja, eens. Testen, dan de wet in laten gaan en niet een wet invoeren en dan pas nadenken, oh ja, chips, moest nog wat. Dat iedere overheidsorganisatie dezelfde veilige standaard hanteert, zodat gegevensuitwisseling intern en extern soepel kan plaatsvinden. Ja. Zelfde taal, standaard API's. 1 archiefsysteem. 1 archiefsysteem, dat is een mooi droom.
dat alle 342 gemeenten dezelfde visie delen en hierna handelen bij de RLIT. Ja. Dat is geen boekmerkwoord voor in de ladenblok. Ik zeg maar, dat ging bijna niet als een droom, dat was bijna een nachtmerrie. Ja. Andersom bekeken, heel top. Ja. Mooi! Dank jongens. Gaaf. Meer dan voldoende input ook voor ons om een slag verder te gaan. Wat ik eigenlijk al vraag als laatste is. En je natuurlijk heel erg bedankt voor de input. Want we gaan natuurlijk heel even verder. Door het feit alleen dat die wordt genoemd in allerlei strategische documenten. Betekent per definitie dat standaarden iets gaat worden de komende jaren. En dat het anders moet dan hoe het nu gaat. Want dat hebben we volgens mij ook al de afgelopen uren gedeeld met elkaar. Maar we zijn ook al benieuwd van wie eventueel concreet actief aan de slag wil gaan met werken met standaarden. Als er voldoende belangstelling is, dan willen we daar eventueel een werkgroep voor in het leven roepen. En de werkgroep gaat niet meteen concreet aan de slag met een standaard X of Y. Maar waar we meer naar kijken is van hoe zorgen we ervoor dat van strategisch niveau van standaarden die we allemaal tegenkomen in allerlei mooie documenten. Gaan kijken hoe we als het ware iets concreter kunnen maken naar meer tactisch niveau. Om te komen tot een soort meerjarenplan. Van, nou, wat zouden we eigenlijk de komende 3, 4, 5 jaar moeten doen? Om te kijken dat we 1, 2 of 3 standaarden, lean en mean, kunnen gaan laten landen. Zowel als standaard, maar ook in ondersteuning, in governance. En ook in toezicht en handhaving. Dus eigenlijk kijken of we die hele traject daarin mee kunnen nemen. Omdat, nou weet je wel, de manier hoe we nu kijken, we zijn af en toe, we maken nu een standaard. We pleuren het op internet en we denken dat daarmee gaat vliegen. En dat gebeurt natuurlijk helemaal niet. Dus we zijn met name op zoek naar, weet je, zijn er een aantal collega's die daar ook iets in zien, ja of nee. Is het niet zo, dan is het ook goed. Dan is blijkbaar nog niet de tijd rijp om hierop door te pakken. En dan komt het op een ander moment wel. Is het wel zo, stuur dan een mailtje. Naar gripopinformatie@vng.nl. Omdat we eigenlijk wel hopen dat er een aantal mensen zijn die er wel mee aan de slag willen. Om te kijken hoe we hier wat stappen kunnen zetten. En tegelijkertijd ook om meteen het realisme erbij te sturen. Begrijp ook dat niet meteen dan over een jaar bijvoorbeeld MBTO overal is geïmplementeerd. Maar meer dat we kunnen kijken dat we een goede agenda voor kunnen hebben. Hoe we daadwerkelijk het op kunnen gaan pakken. Dat de overheid echt beter wordt. En dat we uiteindelijk ook over 3, 4 jaar een concreet samen een slag hebben geslagen. Dat is een beetje de lijn van alleen ga je sneller en samen kom je verder. Dat is wel een beetje de gedachte die wij met name sterk hanteren. Dus als je voor aan wil melden, graag. Als je niet wil aanmelden, ook goed. Ik wil eigenlijk wel zeggen, je mag alleen maar aanmelden als het ook binnen je eigen agenda past en in je eigen jaarplan. En als je daar niet ruimte of tijd voor hebt, doe het dan vooral ook niet. Dat voor nu. Ik heb al aangegeven bij de presentatie en over de sessie wordt achteraf wordt die geplaatst op kia.pleio.nl. Dan goed, we doen ook wel meer activiteiten. Hè. Toen we hebben het onderdeel van de Summer School. Maar op 2 november wil ik toch wat wijzen. Jullie hebben misschien al een CVD gekregen van VNG. Maar dan hebben we het uitvoeringscongres. En vanuit ons programma Grip Informatie staan we daar bij minimaal 5 sessies. Onder andere Aris Huurmond komt, maar we hebben ook gemeente Tilburg, het ministerie van Justitie. Ik wil denken, is dat Justitie en Veiligheid of Veiligheid en Justitie? Maar goed, jullie weten wat ik bedoel. Dat ministerie. Maar ook gemeente Amsterdam komt vertellen over het openbaarheidscentrum. En gemeente Purmerend en Rotterdam komt vertellen over de ervaringen van de WO-contactpersoon. En we doen een meet and greet en de podcast van Grip Informatie. Die 1 keer per 2 maanden verschijnt, waar jullie hopelijk allemaal naar luisteren. Die wordt daar live opgenomen. Dus kan je ook bijwonen. Dus dat vond mij echt wel leuk. En een week later beginnen we met de 8e week van Grip Informatie. Daarvoor is nu ondertussen de helft van het aantal webinars is al ingevuld. Onder andere een webinar over natuurlijk de WO-index. En over de informatiecategorieën. Maar ook over e-mailarchivering. En over tekstberichten. Nou goed, dat allemaal. Dank voor jullie aandacht. Heb je nog verder tips? Laat ze vooral weten op gripinformatie@vng.nl. Er komt nog een evaluatie aan. Vul die alsjeblieft in, zodat we er ook van kunnen leren. En hopelijk tot een volgende keer. Ga je op vakantie, een goede vakantie. En anders spreken we elkaar misschien wel een van de komende weken. Bedankt en tot snel. Hoi hoi.